Volledig onverwacht raakt Nederland in 2002 een jaar van landelijke en lokale verkiezingen in de ban van de politiek. In het dagelijks nieuws gaat het over bijna niets anders. Pim Fortuyn gooit met zijn duidelijke standpunten de knuppel in het politieke hoenderhok. Zijn partij Leefbaar Rotterdam wint de gemeenteraadsverkiezingen. En de peilingen voorspellen dat de LPF, de lijst Pim Fortuyn, de grootste partij van Nederland zal worden. Fortuyn wordt bejubeld en verguisd, maar Nederland is van streek als hij kort voor de landelijke verkiezingen wordt vermoord. Druk bezochte stille tochten en lange rijen voor condoleanceregisters, ook in Eindhoven. En wij stemmen op Pim Fortuyn. Dat is degene die onze stem heeft verwezenlijkt. Waar wij dachten en niet mochten zeggen, heeft hij gezegd en ons wakker geschud. En nu durven wij ook te zeggen wat wij dachten. Recht op vrije meningsuiting, dat betekent heel gewoon. Dat er niet op meegeluisterd naar je eigen telefoon. Dat je in de krant kunt schrijven, de regering maakt me kwaad. Zonder dat je wordt vermoord op straat. Recht op vrije meningsuiting, dat betekent ook het recht om te demonstreren. Dat je voor je idealen vecht. Door de straat op te mogen gaan met een spandoek of een bord. Zonder dat je door een medeburger in elkaar geslagen wordt. Recht op vrije meningsuiting, daar is niets bijzonders aan. In een land waar het allemaal zou moeten kunnen. En dus sta je graag te kijken. Wanneer er wordt gemeld dat er in ons eigen land zoveel gepaard gaat met geweld. Dat je moet oppassen op je woorden en de treinen van de tram. Omdat je anders voor je het weet in elkaar geslagen of vermoord bent. De visie van Fortuyn, maar zeker ook zijn dood, voedde de onvrede over zaken als veiligheid, buitenlanders en gedoogbeleid. Met name de regeringspartijen PvdA en VVD liggen onder vuur. Twee maanden voor de landelijke verkiezingen maakt Eindhoven zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente stimuleert deelname onder andere met promotieactiviteiten in de stad. En met een politiek debat voor jongeren in de Eindhovense raadzaal. De gemeenteraad moet kiezen. Meeliftend op het landelijke leefbaar succes wordt Leefbaar Eindhoven van Ad Pastoor de grootste partij. Eindhoven in stemmen, maar niet in zetels, want daar is niet zelf. Ik zei gewoon, is Leefbaar Eindhoven met deze. In mei worden in de Witte Dame de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Voor de Partij van de Arbeid is er een rol in de oppositie. Van het oude college blijft alleen burgemeester Welsje over. Teleurgesteld over het uitblijven van gemeentelijke herindeling besluit Welsje later zijn ambtstermijn, dat eindigt in 2006, niet uit te dienen. Hij kondigt aan in september 2003 te stoppen. Bestuurders, politici, ambtenaren en de Eindhovense burgers maken in september tijdens de feestelijke openingsweek kennis met het vernieuwde stadhuis. Het gebouw uit 1969 onderging, met name aan de binnenkant, een ingrijpende metamorfose. De commissaris van de Koningin Hoebe verricht de opening samen met enkele kinderen. Dit nieuwe stadhuis samen openen. Opgeknapte zalen in het stadhuis zijn vernoemd naar oud-burgemeesters. Enkele van hun echtgenotes onthullen de naambordjes. Dat is verkaardigd in deze witte zalen. Na de officiële heropening begint een week van open dagen waar de Eindhovenaren gretig gebruik van maken. Het gebouw was hier ontzettend geleden van de jurk. Spelen met daglicht en kunstlicht. De architectencombinatie kreeg er in de lichtstad alle kans voor en heeft er zichtbaar met plezier aan gewerkt. Een prachtig voorbeeld is de raadzaal. En natuurlijk wil iedereen in high-tech stad Eindhoven weten waar alle knopjes voor zijn. Na 14 jaar van verbouwingen kan ook PSV weer even vooruit met een compleet vernieuwd stadion. Maar er valt meer te vieren. De club bestaat 90 jaar en heeft trainer Guus Hiddink aangetrokken, die tijdens het afgelopen WK zo succesvol was als bondcoach van Korea. Feest dus met Frits Philips, die in 1911 zelf ook de aftrap deed voor de eerste wedstrijd van het Philips elftal, dat twee jaar later onderdeel werd van de toen opgerichte Philips Sportvereniging. Het publiek maakt zich op voor een bijzondere jubileumwedstrijd en een weerzien met de sterren van weleer. De Rebelse Romario, Mr. PSV Willy van der Kuilen en de PSV-Belg met de fluwelen trap Luc Niels.
Hun All-Stars team speelt tegen het elftal dat in 88 de Europa Cup won. Voorzet René van der Kerkhof, Romario, doelpunt. Warm applaus ook voor coach Erik Gerets, die moet vertrekken bij PSV. Club, supporters en coach nemen waardig afscheid van elkaar. De band tussen de supporters en oudspeler en coach Erik Gerets lijkt niet gebroken. Terwijl Philips werk maakt van het vertrek uit het industriecomplex Strijp S, gaat de nieuwe eigenaar, de gemeente Eindhoven, voortvarend verder met de ontwikkeling van plannen voor herinrichting van het gebied. In januari komt er goedkeuring voor het masterplan. De eerste gebouwen komen vrij in 2005 en dan zullen ook de eerste veranderingen zichtbaar worden. Voor fotograaf Norbert van Onna aanleiding om Strijp S, T en R in de huidige vorm en functie te fotograferen en de foto's te bundelen in een boek. Het eerste exemplaar is voor Philips baas Kleisterlee. En natuurlijk bouwt en breekt Eindhoven ook in 2002 ijverig verder. De piazza is gestript en voor een deel afgebroken om plaats te maken voor een overdekt plein met een passage. In afwachting van de nieuwbouw verkopen de winkeliers hun waren in tijdelijke voorzieningen op het 18 septemberplein. Aan de kop van de Kennedylaan wordt het Kennedy Business Centrum gebouwd. Met onder meer Eindhovens tweede echte toren, die bijna 100 meter hoog wordt. En ook de zonwering van het gebouw zit aan de buitenkant. Dat kan natuurlijk bij een toren niet, die zou er afwaaien. Dus er is een dubbele huid gemaakt. Ook de Kamer van Koophandel toont met het gebouw Kennispoort een eigenzinnige visie op moderne architectuur. Met zwaar vervoer worden de nieuwe lijnen van de stad binnengereden. Nieuwe bruggen als onderdeel van het Limbo-pad. Speciaal voor de Limburgers die nog sneller van de TU naar het station willen lopen. In het nieuwe groene onderkomen van de aankomende architecten zitten de veranderingen vooral in het gebouw. Voor de transformatie tot bouwkundefaculteit werd het oude scheikundegebouw eerst compleet gestript en uitgehold. Waardoor over een groot aantal verdiepingen een blijvende vierde kon worden gerealiseerd. Een uitgelezen plek voor halsbrekende toeren tijdens de opening. Gedurfd en vooruitstrevend, soms zelfs futuristisch, zijn de bedrijfspanden op Flight Forum. Tegenover het vliegveld groeit een uniek bedrijventerrein van 65 hectare. 6 eilanden komen er met clusters van bedrijven en kantoren die schouder aan schouder of met de ruggen tegen elkaar elk een eigen architectonische en logistieke eenheid vormen. De eigen identiteit van elk bedrijf komt tot uitdrukking in het uitdagend tonen van de bedrijfsnaam.